Dit is het Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Hallo en welkom bij de eerste aflevering van seizoen 2 van Erfgoedjournaal Haarlemmermeer. Met onder andere de volgende onderwerpen. Een kennismaking met de Stompe Toren. Aandacht voor de speelgoedtentoonstelling in het NTM. En de Klaverman bezoekt vrijwilliger Christopher Kokhuis in Hoofddorp. Maar we beginnen met de radiozendamateurs in Crash 4045. Radio kennen we natuurlijk allemaal. Bijvoorbeeld van Meer Radio of van Q Music. Maar wist je dat er ook wekelijks wordt uitgezonden vanuit Crash 4045? Op 4 en 5 februari vond het Radio Weekend Wintereditie na twee coronajaren weer plaats in Crash 4045. Voorafgaand aan de radiodagen filmden we in de radiokamer van het Fort bij Aalsmeerderbrug. Benjamin en Chiara gingen op bezoek bij deze bijzondere radiozendamateurs. In welke situatie werden deze radio's gebruikt vroeger? Nou, die apparaten werden dus over het algemeen gebruikt in voertuigen. Veel voertuigen, jeeps, tanks, vrachtwagens, kortom, allerlei voertuigen van de landstrijdkrachten werden daarvoor gebruikt. Maar ook in vliegtuigen, dat moeten we niet vergeten. Bombdorp open. Hello Bombardier, okay when you are. Bombdorp open. Bombdoors open, Bombardier. Tankcommandanten hadden met elkaar contact. En dat kon op korte afstand met een zender. En dat kon ook met eenzelfde zender op lange afstand. Maar waarom zou u nog op deze manier contact leggen? Ik zou mijn telefoon pakken en iemand bellen of appen. Snap ik. Maar de bedoeling is natuurlijk dat we dus met gelijkgestemde liefhebbers van die verzamelde objecten, daar verbinding mee maken. We hebben het leukste, vind ik zelf, het repareren van die apparaten. Mm-hmm. En die in een goede conditie houden. En als ze in één keer in een goede conditie zijn, om dan verbindingen te maken met apparatuur van 75 tot 80 jaar oud. Mijn naam hier is Martin. Ik woon in de buurt van Steenwijk in de Bocht van Overijssel. En ik zend op dit moment uit met een oude Oost-Duitse zendopvaart. Die gebruikt in de tijd dat Oost-Duitsland nog een apart land was, dus de DDR. Trevor vertelt hoe de oudste radiozender werkt die de zendamateurs gebruiken. Ja, dit is de radio dat in de Lancaster bommenwerper stond. En we hebben hier de tafel nagemaakt zoals in de vliegtuig stond. Dit is een namaak, maar de rest komt van dat tijdperk. Dit is de ontvanger. Dit is de zender. En hier beneden is de voeding daarvan. We kunnen hem aanzetten. Je ziet wel de aan-uitschakelaar. En als wij willen een zending maken, moeten wij dit microfoon gebruiken. En zo kunnen wij beginnen met iedereen te praten. Maar in de oorspronkelijke vliegtuigen was dat nooit met de microfoon gedaan. Altijd met een seinsleutel. Heeft u alleen contact met mensen hier? Vanmiddag ben ik in contact met mensen in Engeland geweest. En dan in het verleden met Amerika, heel veel met Amerika. Eén keer in India, met een mevrouw in India. Eén keer in de Filipijnen. En thuis heb ik zulke apparaten verbinding met Australië gehad. Ook met Antarctica. Het amateur radiostation is iedere zaterdag in de lucht tussen 11 en 5 en ook iedere woensdag. En dan nu drie kort nieuwsberichten. Met aandacht voor speelgoed in het Nederlands Transportmuseum in Nieuw-Vennep, de introductie van de Stompe Toren in Spaarnwoude en kennismaken met Moza Ineke in Hoofddorp. In het Nederlands Transportmuseum in Nieuw-Vennep kun je groot dromen. En soms, heel soms, komen die dromen uit. Neem Nila, Cas en Boy. Zij wilden altijd al in een echte bus, een echte locomotief en een echte brandweerauto rijden. En kijk nu toch. De tentoonstelling Transport Kinderspeelgoed door de jaren heen is tot de sluiting van het museum, zondag 5 maart, te bezoeken voor kinderen van 4 tot 99 jaar tussen 10 uur 's morgens en 5 uur 's middags. Het Erfgoedjournaal heeft weer wat nieuws. Het oudste monument van heel Haarlemmermeer. Dat is cultureel centrum Stompe Toren in Spaarnwoude, waarvan de geschiedenis teruggaat tot het jaar 1063. Het huidige gebouw dateert uit 1764, behalve de toren. Die is echt stokoud, want gebouwd in de 13e eeuw.
Stompetoren is nu officieel deelnemer aan dit journaal en dat betekent dat we allemaal spannende verhalen rond deze locatie met jou kunnen delen. Over de reus Klaas van Kieten, over de kerkklok, over het Spaanse leger van Don Frederik, maar ook over Godfried Bomans en Anton Pieck en beeldhouwer Jan Mulder. Kortom, te veel om op te noemen. Volg het Erfgoedjournaal Haarlemmermeer voor het laatste nieuws over Stompetoren in Sparenwoude. Zonder vrijwilligers heeft het erfgoed in Haarlemmermeer geen toekomst. Daarom steekt Erfgoedjournaal Haarlemmermeer in elke aflevering een erfgoedvrijwilliger een hart onder de riem en krijgt hij of zij een klein cadeautje als blijk van waardering. In 2023 hebben we weer wat nieuws. Een heel mooi onderzettertje in een elegante cadeauverpakking. Gemaakt en aan het journaal aangeboden door glasatelier Mozaïneke in Hoofddorp. Van gekleurd glas, ja. En hoe is dat zo gekomen? Die zijn ontstaan door een cursist van mij die regelmatig een workshop bij me komt volgen met de vraag of ik voor jullie een heel mooi object wilde gaan maken van glas. Nou, het stond al heel duidelijk vast dat het om een klavertje 4 moest gaan. Dus dan zijn de kleuren uiteindelijk ook al heel duidelijk. Ja, dat moet groen worden. Toen was de vraag, gaan we er een theezakjeschoteltje van maken of gaan we er een onderzettertje van maken? En uiteindelijk, om het proces iets te vereenvoudigen, hebben we gekozen om een onderzettertje te maken. Mozaïneke is gespecialiseerd in workshops glasfusing. Daarbij leer je je eigen kunstwerk van gekleurd glas maken. De eerstvolgende workshops zijn op 3 en 4 maart van 14:30 tot 17:30. Je vindt Mozaïneke aan de Graftermeerstraat 31C in Hoofddorp. En dan is het de hoogste tijd voor de Klaverman. Die bezoekt iedere aflevering een bijzondere erfgoedvrijwilliger en zet deze in het zonnetje. En dit keer is dat Christopher Kokhuis van het Fort van Hoofddorp. Na de Klaverman, 2 uittips. Ja, dames en heren, welkom op het Fort van Hoofddorp. En naast mij staat Christopher. Hi Christopher. Hallo Klaverman. Hi, jij bent hier vrijwilliger. Ik ben vrijwilliger. Wat is je functie en wat doe je precies? Ik ben hier beheerder. Dat betekent eigenlijk dat ik zorg draag voor alle voorkomende zaken die zich hier in het gebouw afspelen. En dat kan zijn lekkende afvoerbakken, toiletten die niet doorspoelen, verlichting wat gemaakt moet worden. Kortom, alles wat met beheer te maken heeft, of het nou luchttechniek is, het hoort er allemaal bij. Van alle markten thuis? Van alle markten thuis, bij en, sta je ook wel eens achter de tap? Ik sta liever aan de voorkant van de tap. Dan kom ik er gezellig bij staan. Dat lijkt een uitstekend idee. Ja, toch? We zitten in een heel mooi fort. Het is prachtig gerestaureerd. Waarvoor moet je hier langskomen als je daar belangstelling voor hebt? Sowieso natuurlijk de historie. Er is heel veel te vertellen en heel veel te zien. Sowieso hebben we een fantastisch restaurant wat het bezoek meer dan waard is. En er is één blok gezelligheid. Hartstikke goed. Deze rubriek is er om erfgoedvrijwilligers in het zonnetje te zetten. Wat leuk. Want het erfgoed heeft zonder vrijwilligers geen toekomst. En om dat te onderstrepen hebben we speciaal voor het nieuwe seizoen door glasatelier Mozaïneke in Hoofddorp deze prachtige kleinootjes laten maken. Het klavertje 4, het symbool van het Haarlemmermeerse erfgoed. En natuurlijk ook het symbool van een stukje geluk. Nou, dat vind ik heel bijzonder. Ik overhandig hem jou. Dank je als wel, dank voor je ziel en zaligheid. Nou, geweldig. Voor dit erfgoed. Ik ga zorgen dat het een mooie plek krijgt. Fantastisch. Ik ben er zeer blij mee. We gaan terug naar de studio in Hoofddorp. Kom nog één keer naar het NTM in Nieuw-Vennep. Het Nederlands Transportmuseum met de grote collectie mobiel erfgoed. Helaas moet het sluiten op 5 maart. Maar op 10 en 11 maart is het NTM-complex nog één keer toegankelijk. Op beide avonden speelt theatergroep Mucato bij wijze van afscheidsgroet het stuk Nachtbloeiers van Ilona Daniel. Mucato uit Haarlemmermeer maakt al 40 jaar inspirerend theater en is onder andere bekend van Alice in Wonder Wonderland en De Jossen. Het water van 214 polders die behoren tot het Hoogheemraadschap Rijnland wordt direct of indirect geloosd op de ringvaart van de Haarlemmermeer. Vandaar wordt het op gezette tijden uitgeslagen via dieselgemalen en via het laatste stoomgemaal van Nederland bij Halfweg, dat nog geregeld in gebruik is. Elke maandag en vrijdag worden in het ketelhuis de vuren opgestookt in de twee grote stoomketels die met kolen gestookt worden. Per dag wordt meer dan 2,5 ton steenkool verbruikt.
Na ongeveer 5 minuten draait de uit 1923 daterende stoommachine op volle kracht. Aldus Philip Bloemendaal, de legendarische stem van het Polygoonjournaal, op 1 januari 1974. Dit jaar viert Stoomgemaal Halfweg zijn 100ste verjaardag. Het is springlevend en soms zelfs nog steeds onder stoom. Op 31 maart wordt het startschot voor de jubileumactiviteiten gegeven door een speciale mystery guest. En op zaterdag 1 en zondag 2 april draait het stoomgemaal volop en is het open voor het publiek. Kom langs in dat eerste weekend van april en zie een stukje levend verleden met een heel actief heden. En tot zover deze aflevering. Over 2 maanden zijn we er weer met een nieuw journaal en hopelijk ben jij er dan ook weer bij. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom Haarlemmermeers erfgoed? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.